Met op baan 1 voor de dolfijn Jens Krijgsman. Op baan 2, oud-kampioen van Nederland. Van de dolfijn Matthijs Goossen. Op baan 3 voor Aquanovio 94, Tim Korstanje. Op baan 4, de man die binnenkort naar de wereldkampioenschap in Abu Dhabi gaat. Van Rijnhagen, Thomas Verhoeven. In baan 5, eveneens voor Rijnhagen, Sean Niebold. Op baan 6, u hoort alweer een naam van Rijnhagen. Dat is een mooie stadgemeenschap, Nikon Westphal. Op baan 7 voor de ZPC Amersfoort, Austin Lengsnik. Hij verraste al op de 200 meter vlinderslag op baan 8 van Hellas Glana, Niels de Boer. Dit is de finale bij de heren 100 meter vlinderslag. En dit is toch wel heel bijzonder, deze 100 meter vlinderslag. Bijvoorbeeld met in baan 4 Thomas Verhoeven, die zulke enorme vorderingen heeft gemaakt. Hij trainde graag op zijn eentje bij de mensen bij wie hij zich thuis voelt. Dat was niet in de KNZB-structuur, maar op zijn manier. En hij is enorm gegroeid. 23-84, hij keert ook als eerste, Thomas Verhoeven dus in baan 4. Als tweede dan Sean Niebold en als derde Tim Korstanje. Korstanje die we natuurlijk ook kennen van vele leeftijdsrecords. Ja, precies. Op deze afstand. Nou, Verhoeven die gaat natuurlijk voor iets bijzonders vandaag. Hè? Want hij kan kampioen van Nederland worden. Dat is natuurlijk inderdaad waar het om draait in deze finale. En dat wordt hij ook als alles goed gaat. Want hier gaat Thomas Verhoeven naar de eerste aantik toe in 51-67. Een zeer waardige kampioen hoor. Met deze tijd doe je het uitstekend op weg naar zijn vorm in Abu Dhabi. Korstanje ook sneller gezwommen dan vanmorgen. De derde aantiktijd, 53-04. En Sean Niebold de tweede tijd met 52-68. De tijden zijn officieel en dat betekent de nieuwe Nederlands kampioen bij de heren op de 100 meter vlinderslag heet Thomas Verhoeven. En 5 mensen binnen die 54. Het gaat zo slecht met Nederland altijd, maar het valt wel mee op deze manier. Hè? Dus, en zeker met deze nieuwe namen op de 100 meter vlinderslag. Wat een progressie die Thomas Verhoeven. En ook weer door het zoeken van de beste manier van trainen waar je je thuis voelt.